Dit was het ludieke begin van de feestelijkheden rond de heropening van het gebouw van de woningbouwvereniging Horen. Op een stormachtige vrijdagochtend. Stormachtig misschien ook wel de gebeurtenissen, de ontwikkeling van de woningbouwvereniging in de afgelopen jaren. De directeur van de woningbouwvereniging, meneer Bonema, geboren Fries. Dit moet een verrassing voor u zijn dat u een vlag hijst in West-Friesland. Voor uw gebouw en het Friese volkslied wordt gespeeld. Dit was inderdaad een volkomen verrassing. Ja, door de collega's keurig in elkaar gezet. U wist hier ook helemaal niets van? Nee, dit was echt onbekend. Ja. Zijn er meer van dit soort verrassingen van uw personeel? Ja, wij houden buiten de drukke werkzaamheden, proberen we ook het ludieke karakter er een beetje bij te houden. En het was een leuk begin van een mooie dag, hoop ik. Ik zei in de aankondiging op deze stormachtige vrijdagochtend. Stormachtig zijn ook de ontwikkelingen geweest van de woningbouwvereniging. Van een pakweg 1000 woningen tot 6.000, 7.000, 8.000 misschien al op dit moment. Dat is dus nogal wat. Ja, we zijn van 2000 woningen in 1970 naar 8000 woningen nu. Dat is inderdaad een enorme ontwikkeling geweest. Waar we begonnen in de tijd op de Sint-Jozefstraat op een bovenwoningje. Je ziet nu hier het kantoorgebouw met 50 man personeel. Het is een bedrijf geworden. Ik denk dat dit nog een voordeeltje heeft. Iedere genoot die vanmiddag gekomen is, zag bij het komen al het gebouw in zijn totaliteit. En ik denk dat dat nog niet eens zo'n gek is geweest. Jan de Wit nodig ik uit om voor het onthullen van, ik zal zeggen, iets wat u straks allemaal kunt gaan wonderen, dit gebouw te uit het stadhuis hier gebracht en ik had het op mij genomen om dat aan te bieden. Dat doe ik dan bij deze en ik wil dat graag aanbieden aan de voorzitter, de nieuwe voorzitter, om geen misverstanden te krijgen, Jan. Van de... ja. Ja. Thank you.